Wel hoor, het is hartstikke goedemorgen allemaal. Van harte welkom allemaal in de Ark. Wij zijn Pieter en Linda Strebers en we mogen jullie van harte welkom heten. En in deze speciale dienst, want het is laatste zondag, dus het is... Family Sunday, heel goed. Ik kon nog iets enthousiaster, maar hartstikke goed. Het is Family Sunday, dus een echte familiedienst. En in deze familiedienst gaat Johan Pol voor. We zien er heel erg naar uit. Leuk dat je er bent. En ik ben al vaak geraakt door je prediking en je boeken. Dus ik zou zeggen, luister met verwachting. Voordat we gaan beginnen, heb ik nog een paar mededelingen. Voor komende week weer de Prayer Ark op woensdag. Kom lekker bidden in de GGD-ruimte daar beneden. En op vrijdag is er weer Youth Ark in de base. 7:30 begint dat. En nou, ben je tussen de 12 en 16 jaar, of in ieder geval de middelbare schoolleeftijd, kom dan lekker daarheen. En verder? Nou, dan ga jij, dat mag jij. Oh ja, oh ja. En als je... Nou, ik word nog even ingefluisterd. Ben je nieuw? Weet dan dat beneden een Connect banner is waar je al je vragen kunt stellen over deze gemeente. Maar uiteraard mag je ook de mensen hier in de zaal gewoon lekker testen of ze hier alles van de gemeente weten. En ook na de dienst is er Prayer Point hier achter de zaal. En als je gebed wil, kom gewoon. Super, laten we de dienst openen. Met gebed. En als je dat kan en wil, wil ik je vragen om erbij te gaan staan. Koning Jezus, u bent onze Heer, u bent onze held, u bent ons voorbeeld. En u bent ook heel dichtbij. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in ons midden. En we verwachten het vanmorgen van u, Heer. We bidden zegen uit. Met z'n allen over deze dienst en alle facetten die eraan vastzitten, Heer, dat we echt helemaal even stil mogen worden. Alle drukte aan de kant, alle boodschappenlijstjes leggen we even weg, Heer. We willen ervoor kiezen om ons hart te openen voor u alleen en voor wat u vanmorgen wilt doen. We willen u de eer geven in aanbidding. En uw woord ons laten veranderen, Heer, vanmorgen. Heer, er gebeuren zoveel dingen omheen. Die minstens zo belangrijk zijn. Al het facilitaire. Dank u wel, Heer, dat we zo'n mooie familie zijn. Waar zoveel mensen bijdragen, Heer. Ja, ik bid dat, dat we allemaal uw rijke zegen, uw aanwezigheid mogen proeven vanmorgen. Zodat we weer opgebouwd en veranderd naar huis kunnen straks. In Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. Zoals jullie zien is er nog geen aanbiddingsteam op het podium. We gaan het een klein beetje anders doen vanmorgen. En ik wil eigenlijk meteen iemand uitnodigen hier op het podium. Dat is Rick Vreugdeel. Rick, kom je naar voren? Zullen we Rick een applaus geven? Jullie weten nog niet waarvoor, maar... Rick, ik ga een paar dingen zeggen, goed. Maar daarna geef ik de microfoon even aan Rick. Ik wil ook meteen eigenlijk vragen of onze Family Life Group, of in ieder geval degene van onze Family Life Group die aanwezig zijn, ook het podium willen betreden. Dan gaan we Rick hier helemaal voorop zetten. En dan gaan wij er een beetje zo omheen staan. Dus kom maar lekker. Nee, Rick heeft aangegeven dat hij gaat verhuizen. Rick gaat verhuizen naar Brabant. Oh, Rick, echt... Ik ga gewoon eerst de microfoon aan jou geven. Dan kan je even, je wel wat delen, hè, nog. En dan vullen wij hem gewoon aan. Dan gaan we je straks uitzegenen. Ja, goedemorgen. Mijn naam is dus Rick Vreugdeneel. Drieënhalf jaar geleden ongeveer, toen kwam ik in deze gemeente. En ja, toen kwam ik eigenlijk terecht bij de Prayer Ark, bij de bidstond. En dat is... Dat en de mensen hier, dit is echt familie voor mij geworden. En die met me mee hebben gebeden in moeilijke dingen en in mooie dingen. En me hebben geholpen ook om te groeien. Dus daar ben ik heel dankbaar voor in ieder geval. En ja, en ook de Family Life Group. Ongeveer een jaar geleden ben ik daarbij aangesloten. Dus ook een hele fijne plek geweest waar ik, echt ben opgebouwd. Dingen heb mogen leren en ook heb mogen uitdelen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We zijn niet alleen in de kerk om,
om zelf wat te halen, maar we zijn in de kerk om te delen van wat God jou gegeven heeft. En dat wil ik jullie allemaal ook meegeven. En ja, dat is ook wat we bij Next hebben gedaan. Ik had het voorrecht om samen met David Next op te zetten. En ik ben daar echt heel trots op hoe God aan het werk is in de jongeren. Hoe jongeren groeien en hoe ze keuzes maken voor Jezus. Om dingen af te leggen voor hem en hun leven voor hem te gaan leven. En dat vind ik echt fantastisch. Daar wordt mijn hart echt warm van. Goed, ik ga dus verhuizen naar Brabant. Want heb daar Candice leren kennen. Dat is mijn liefde van mijn leven. Dat geloof ik. Dus Candice is niet meer mijn vriendin. Maar sinds afgelopen weekend heb ik haar dus gevraagd om met mij te trouwen. Ja. En ze heeft ja gezegd. Dus, ze heeft ook ja gezegd. Dus dat is echt fantastisch. Ja. En Candice kijkt mee via de livestream, want ze was nog een beetje moe van gisteravond. We hadden gisteravond een trainingsavond voor evangelisatie. En dat zijn ook dingen waar ik me in Brabant ook meer mee bezig wil houden. Met evangeliseren, ook met straatprediken. Ook mensen trainen om te evangeliseren. En daarnaast wil ik ook in mijn levensonderhoud voorzien door ZZP-werk te doen. Dus dat ga ik doen in Brabant. Ik zal nog wel een berichtje schrijven in de ARK hebben als afscheid. Want ik ben ook van plan nog een nieuwsbrief uit te geven. Dus daar kan je dan mijn gegevens op vinden. Ja. Dus hartstikke bedankt voor jullie betrokkenheid bij mijn leven. Dat heb ik echt gemerkt. En bedankt Joke. Ja, ja dus... Super, ja, ik heb hier vaders en moeders leren kennen. En zelfs een oma erbij gekregen. Daarom zei ik bedankt, Joke. Dus, en broers en zussen. Dus hartstikke bedankt. Oké. Mooi, Rick. Blijf lekker staan. We zijn natuurlijk nog niet klaar. Ik denk misschien wel mooi, want wij staan hier nu omheen als Family Life Group. Maar Rick is actief op vele gebieden in de kerk. Ik wil eigenlijk vragen, iedereen die Rick heeft meegemaakt op de bid stond, of die even wil gaan staan. Dus die vaker komt bidden en Rick heeft meegemaakt, met zijn gitaar altijd erbij. Heel mooi, blijf lekker staan, hè. En zijn er mensen die wel eens met Rick de straat op zijn geweest, of door hem getraind zijn voor evangelisatie? Mag je ook gaan staan? Kijk, er gaan er iets minder staan, dus daar is nog wat te winnen. Zie je dat, Rick? Heel goed. Mensen die bij Next betrokken zijn, of daar wel eens geweest zijn, wel eens gesproken hebben, deelnemer zijn... Wil je ook gaan staan? Moet je eens om je heen kijken hoeveel mensen dat eigenlijk zijn die op die manier al met Rick in contact zijn geweest. Zijn er mensen die Rick op een andere manier nog hebben gesproken? Hier misschien een keer op bij de koffie. Ga ook staan. Kijk, zie je, dat zijn er al heel wat meer. Mooi, hè, hoe dat werkt. Ik wil je vragen om allemaal te gaan staan, want we gaan Rick uitzegenen, doen we met z'n allen. Ik ga de microfoon nog heel even aan mijn vrouw geven, die wil ook nog iets tegen je zeggen. En wat ik nog wil zeggen, Rick, is het verlangen wat in jouw hart is om... ik heb het gisteren ook eigenlijk al met je gedeeld. Het verlangen wat op je hart is om gewoon financiële vrijheid te hebben. Om echt voor Jezus te kunnen werken. Dat is een verlangen wat echt van God komt. Het is veel bijzonderder nog dan jezelf misschien wel doorhebt. En ik geloof ook dat God het je gaat geven. Ik durf geen termijn aan vast te hangen, maar dat gaat komen. Lin. We waren van de week voor je aan het bidden en ik kreeg het lied Trek de wereld in. En Piet zei, dat moeten we gaan zingen, van Herman Boon. Nee, jij. Dat past heel mooi bij Rick. Trek de wereld in, tel het goede nieuws, dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat een ieder die gelooft en vertrouwt op wat hij zegt, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Ja, sorry. Nee, we gaan over tot uitzegenen als je dat gewend bent. Ook als je niet gewend bent, mag je je handen uitsteken, want dat doen we met z'n allen. Lieve Family Life Group, er is hier een microfoon. We doen niet allemaal een woord of een beeld, maar als je echt hem voelt branden, mag je hem ook nog even in de hand nemen. Dank u wel, vader, voor deze tijger, voor deze sterke man, voor deze familieman. Dat is een man die volle bak voor u wil gaan. Dank u wel, Heer, wat hij gebracht heeft hier in de gemeente de afgelopen jaren. Ja,
Wat moeten we ervan zeggen, Heer? Woorden schieten eigenlijk tekort. Het is mooi, Heer, om Rick te mogen uitzegenen in uw naam vanmorgen. Want het gaat verder. Hij gaat trouwen met Candice. Hij gaat in Noord-Brabant meer uren doorbrengen met u. Persoonlijk, maar ook andere mensen over u vertellen. Heer, want u heeft hem een evangelist gemaakt. En evangelisten die gaan niet alleen zelf op pad, maar die trainen ook anderen om daarin uit te stappen. En Heer, u heeft dat zo duidelijk op Rick's leven gelegd. En we bidden daar vermenigvuldiging over uit. Ja, en in de naam van Jezus, de zegen, Rick. De zegen die op je leven rust al. Ja, dat je die meer en meer mag ervaren. Zijn hand, zijn heilrijke rechterhand is op jouw leven. Ja, ik krijg dus het lied Gods volk wordt uitgeleid op mijn hart. Gods volk wordt uitgeleid en gaat met vreugde voort. En Heer, ik dank u dat ik Rick heb mogen leren kennen ook als iemand die vol vreugde voor u is. Heer, en de bomen en het veld zullen klappen voor hem. Heer, dat hij uw hele schepping schreeuwt het uit. En Heer, dat is ook wat Rick uitstraalt naar iedereen, alles en iedereen naar hem toe. En ik bid je daar ook een zegen over uit dat mag vermeerderen. Het is zo mooi dat je op zo'n mooie manier ook de gemeente uitgaat. Gezegend en vol vreugde. En ik bid dat in Brabant gezien, geproefd en ervaren wordt. Ja, ik zag een tol die hard ronddraait. En er is een periode geweest dat je tussen kaders zat. En die tol de hele tijd tegen die kaders aantikt en niet veel verder komt. En nu gaan de deuren open. En die tol die begint te vliegen. En je zal op plekken komen die je niet kan verwachten, want die tol zal draaien. En als je denkt hij gaat links, gaat hij opeens rechts. Maar het is de vreugde die je zal vinden daarin. Jij bent als die tol en ik bid dat over je uit, dat je een tol van vuur zal zijn in Jezus' naam. And all God's people said, amen. All right. Heel mooi. Terwijl wij het podium verlaten met z'n allen, ga ik de microfoon aan Deborah geven. Juf Deborah. Alle kids die op het podium staan, jullie mogen meteen lekker hier voor komen staan bij mij, gezellig. En de rest van de kinderen in de zaal, kom ook lekker naar voren. Want jullie hebben al best wel lang moeten wachten, hè? Meestal gaan we natuurlijk al veel eerder. En zoals jullie vaders en moeders misschien niet weten, wij hebben altijd heel erg lekker snoep en drinken. En jullie zitten hier met dorst in je mond, maar wij hebben het altijd gezellig, toch? Zeker weten, absoluut. Hey, vroeger waren mensen heel erg lang aan het wachten. Net zo lang als dat jullie net moesten wachten, totdat we eindelijk gingen beginnen. Hey, en ze waren ergens op aan het wachten. Ze waren aan het wachten op de komst van de Heere Jezus. En dat duurt soms best wel heel erg lang, hè? En de Heere Jezus heeft ook gezegd dat hij nog een keertje komt. Wisten jullie dat? Nee, wist je nog niet. En zouden we hem dan kunnen zien, denk je, als hij komt? Zouden we de Heer Jezus kunnen zien als hij komt? Nee, dat is wel lastig, hè? Ik vond het eigenlijk ook wel lastig, dus ik heb even wat meegenomen. Ik dacht, dan kan ik de Heer Jezus misschien beter zien als hij komt. Zou ik hem zo beter kunnen zien, denken jullie? Nee. Nee? Huh? Dus deze bril die maakt niet uit of ik de Heer Jezus eerder zie dan jullie? Nee, hè? Nee, want het is een ander geheim hoe wij de Heere Jezus kunnen zien. En daar gaan we straks heel veel meer over leren. Hoe dat is, dat we de Heere Jezus mogen verwachten. En daar hebben we geen gekke bril voor nodig. Goed? Alle kinderen die mogen nu lekker mee naar beneden lopen. Bent u hier voor het eerst met kinderen, bent u nieuw, loopt dan eventjes mee. Dan kunt u ook zien waar uw kinderen terechtkomen. En dan gaan we lekker aan de slag in onze eigen groepjes. Strakjes de oudste groep, de Adelaars. Die mogen nog eventjes meedoen met de aanbidding. En juf Elma, die is daarachter. Die komt straks eventjes dan wat naar voren staan. Zodat het voor jullie ook een teken is dat jullie met juf Elma mee naar beneden mogen. Gaan wij lekker naar beneden. Gaan jullie mee? Ja. Goedemorgen allemaal. Voordat wij gaan spelen, zou ik graag namens het aanbiddingsteam even een oproep willen doen. Wij zijn namelijk heel erg op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te doen in een aanbiddingsteam. En dan gaat het vooral om mensen die een instrument spelen. Eigenlijk hebben wij als team best vaak dat dezelfde mensen het moeten doen.
En dat is helemaal niet vervelend of zo. Het is niet dat we het stom vinden. Maar het is ook wel heel mooi om juist weer meer mensen toe te voegen. En die ook mee te nemen in aanbidding. Dus dat wil niet zeggen dat je gelijk op het podium zet. Zo van, nou hup, ga zondag maar spelen. Leuk dat je meedoet. Maar dat we natuurlijk even gewoon samen gaan zitten. Jammen, zoals dat heet vaak, met muziek. Gewoon lekker muziek maken, God aanbidden. En dan kijken of er een klik is, of je het leuk vindt of niet. Misschien zeg je wel, ik vind het helemaal niks. Nou, dan ga je dat lekker niet doen. Maar voel jij je geroepen of heb je zoiets van, nou, het lijkt me toch wel leuk. Twijfel je een beetje. Ook voor de mensen thuis zeg je van, nou ja, weet je, dit lijkt me toch wel leuk. Misschien heb je net even dat setje nodig. Spreek even een van ons aan. Mij, Colin, Annelien of Samantha of Caroline. En zeg even van, joh, ik wil wel meedoen. En dan neem je even contact op. Dus speel je een instrument, piano, gitaar of misschien iets heel anders wat wij niet kennen, wat bestaat. Een drummer zou natuurlijk ook wel tof zijn, want die hebben we eigenlijk bijna nooit. Of misschien zeg je, ik speel ook cajon, daar kan ik ook wel mee beginnen. We hebben een elektrisch drumstel staan, dus die mag ook zeker benut worden. En zang en zangeressen is ook welkom, maar ik moet wel echt even nadrukken, vooral mensen die instrument spelen. Omdat we toch, ja, als jij zingt, heb je toch wel begeleiding nodig. En dan komt het toch weer vaak op dezelfde aan die begeleiden. Dus voel je niet bezwaard om dan als je zingt te zeggen, nou ja, dan meld ik me wel niet aan. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil wel even benadrukken wat we echt nodig hebben. Dus voel je vrij om naar de dienst even aan te spreken. Of misschien volgende week. Misschien ben je nu niet, zit je thuis en denk je, oh tof. Stuur een berichtje of wat dan ook. Voel je welkom. En dan gaan we nu God aanbidden. Oh, en ik vergeet één heel belangrijk trouwens. Techniek voor geluid is ook zeker welkom. Dus misschien heb je daar wel heel veel aandacht voor of heb je daar heel veel interesse in. Voel je ook zeker welkom om je daarvoor aan te melden. Yes? Devil's beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sins away. Oh, happy day, happy day. Forever,
my sins away. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. No one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Darkness you shine. Out of the ashes we rise. No one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is here. Stop us, and if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Nothing stands against. Our God is greater, our God is strong. You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater.
Our God is stronger, and our God is greater. Our God is stronger, our God is greater. Our God is stronger, our God is greater. Our God is stronger. Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
greater, you are stronger, you are mighty to save, you're mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, you are mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, you're mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, you're mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, you're mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save, mighty to save, you are greater, you are stronger, you are mighty to save. Our hearts will cry, these bones shall say, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great. Gevuld zijn met wie ook van aanbieding. Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geest. Want ik wil komen met mijn geest en door wij een hele huis. Ik wil hem maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je eigen vuur rein. Laat het levend water stromen door je heen. Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want u wilt komen met uw geest en de waaien in het huis. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig puur. Water stromen door ons heen. Hier wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur. Wij verlangen naar rechtheid. Bewerk het diep in ons hart. Vul dit huis met uw aanwezigheid.
is tot u, openbaren ons uw heerlijkheid. Als Jesaja wordt meegenomen naar de troonruimte van God, denkt hij, help, ik ben een mens en u bent God, ik ben onrein en u bent heilig. Misschien voel jij je ook wel zo vanmorgen. Maar jouw mens zijn, jouw imperfectie heeft geen invloed op God. Het is zijn heiligheid die jou rein maakt. Ik krijg een beeld van een toren. Die staat in een open vlakte. Wind en regen heeft aan alle kanten vat op hem. Vervolgens wordt er ingezoomd en worden de zwakke plekken blootgelegd. Op verschillende hoogtes, maar ook onderop. Wij zijn als die toren, staande in de wereld. Maar ook bij ons kunnen er ingangen zijn waar de duivel vat op kan hebben. Laten we daarom altijd bedacht zijn op onze fouten en tekortkomingen. Beleid alles onder dankzegging bij Koning Jezus. Ik stond in aanbidding en toen zei de Heere heel duidelijk, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Maar de Heere zei ook, ik kijk niet naar je cv, ik kijk niet naar je diploma's. Ik kijk gewoon naar wie jij bent en waar jij op dit moment nodig hebt. En de Heer zegt, kom gewoon tot mij. Kijk niet naar die ander, wat die allemaal presteert, want ik hou van jou. Ken je het lied, Hier is mijn hart, Heer? Durf jij je hart aan Jezus te geven? Want als je je hart aan Jezus geeft, zal Hij de waarheid in jou spreken. Het lied spreekt verder. Je zingt dan, ik ben van u, ik ben aanvaard. Ik ben geliefd en puur gemaakt. Geloof jij in die waarheid? Weet je het? Voel je het? God wil jou nieuw maken. Hij belooft het. En soms zie je het nog niet. Maar Hij is erbij. Hij is bij jou in het wachten. En dan zingt ze verder. Ik leef opnieuw. Ik adem in. Ik vind herstel. Een nieuw begin. Let your presence overtake my heart. And let your presence overtake my thoughts. And let your presence overtake my life. It all belongs to you, Jesus. Let your presence. Let your presence overtake my heart. Let your presence overtake my thoughts. Let your presence overtake my life. It all belongs to you, Jesus. Down my life is a living sacrifice. Let my yes be a yes for your glory, God. And I lay down my life is a living sacrifice. Let my yes be a yes
for your glory, God, and I lay down my life as a living sacrifice. Ja, fantastische aanbidding zo. Echt super mooi om. Ja, het is wel applaus waard. Absoluut, absoluut. We gaan nu over naar het vreugdeoffer. En ik wil een heel kort Bijbeltekst met jullie lezen. Het staat in Markus 12. Het gaat over Jezus die in de tempel is. En de mensen doen hun. Een gave in de tempel. En Jezus ging bij een van de collectekisten in de tempel zitten. Dus dan moet je je voorstellen dat hij dus ergens een collectekist stond. Dat doen wij niet. Maar dat was daar dus in de tempel wel zo. En hij zag hoe de mensen er geld in gooiden. Dus hij zag gewoon precies eigenlijk wat iedereen gaf. Dat is ook wel bijzonder als je daar natuurlijk over nadenkt. En er waren nogal wat rijken die er veel in deden. Maar er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide er 2 koperen muntjes in. En Jezus zei, die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen. Zei hij tegen zijn leerlingen. En deze tekst kreeg ik op mijn hart tijdens aanbidding. En het werd eigenlijk ook al bevestigd door Willemijn. Wat ze zei van, ja, status, cv, het maakt allemaal niet uit. Je kan misschien 10 euro geven, je kan misschien 1000 euro geven, maakt allemaal niet uit. Wat Jezus van jou verlangt, is dat je geeft met je hart. Dat is wat hij zegt. En daarom wil ik ook op deze manier, deze ochtend, zo het vreugdeoffer aankondigen. Geef met je hart. Vraag God wat je aan hem terug mag geven. Het is geen verplichting, wij gaan niet zeggen wat je geven mag. Wij gaan niet naast in de collector zou kijken wat je gegeven hebt. Nee, het is tussen jou en God wat je aan hem teruggeeft. Daar wil ik een zegen over uitbidden. Heere God, dank u wel voor dit moment. Heer, dank u wel dat we het vreugdeoffer ook bij u mogen brengen, Heer. Niets wat wij ophalen aan financiën is van onszelf, Heer. Want alles is van u. En ik bid, Heer, dat u ons al in deze ook laat zien, Heer. Wat we financieel mogen bijdragen, Heer. Laat ons dat doen landen in ons hart, Heer. Dat het echt een gave wordt vanuit ons hart wat we aan u geven. Heer, en dan geloof ik ook, Heer, dat alles wat gegeven wordt gezegend is, Heer. En ja, dat u daar de juiste dingen mee zult doen. Heer, we bidden dat u ons ook laat zien hoe we deze gelden mogen gaan gebruiken om uw gemeente te bouwen. Hier in deze gemeente en in deze omgeving en misschien nog wel verder buiten, Heer. We danken u voor uw voorziening in uw almachtige naam. Amen. Greatest day in history, devil's beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive.
across the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day. Super, heel mooi, dank jullie wel. Ja, aan mij de eer om de spreker van vandaag te introduceren. Nou, we hebben het al gehoord, hè? Jan is in ons midden. Jan, super fijn. En ik zat van de week over na te denken, ja, hoe ga je nou iemand als Jan Pol introduceren? Ja, dat heeft misschien niet zo heel veel woorden nodig. Ik moest denken aan een moment, een paar jaar terug waren we met een aantal uit deze gemeente bij een leiderschapstraining. In de gemeente Europoort was dat. Daar gingen we dan naartoe. En ik weet nog een van de keren dat jij, Jan, daar ook les gaf aan ons. Ik weet niet of jij dat destijds door had, maar ik zat me daar heel erg groot te houden. Ik zat vooraan en terwijl je aan het uitleggen was, legde je je hand op mijn schouder. En er gebeurde bij mij van alles van binnen. Maar ik vond dat ik niet moest huilen, dus dat deed ik ook niet. Maar van binnen gebeurde er van alles. En ja... Jan is natuurlijk een man vol met wijsheid en veel ervaring, dus ik wil je uitnodigen, Jan, om naar voren te komen en het woord met ons te delen. We zien er echt naar uit. Thanks. Dus ik zal die voor je klaarzetten. Deze even meenemen. Ja, wil je hem gebruiken? Kijk uit, want er zit een... het glas. Ja, ik heb hem, ik ben de enige hier die een keer hem heeft laten vallen. Dus, ja? Vandaar dat je er zo goed op let. Hij houdt even goed van mij, dus niks aan de hand. Super, Jan. Thanks. Goed, goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn. Ik wil eerst wat weggeven. Ik heb een nieuw boek geschreven. Heilige Geest, kom Heilige Geest. En die wil ik graag weggeven aan... Rick was het, hè? Ja, Rick wil even komen. Want ik geloof ook dat God me een woord voor je gaf. En ik moest denken aan... In het boek Handelingen, waar de evangelist Filippus... ja, blijf maar staan of zo. Ja, dan heb ik een beetje overwicht over je. Dat heb ik wel een beetje nodig. Nee. Filippus ging naar de stad Samaria, staat er dan, en verkondigde de Messias. En alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag. En wat hij zei, toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte... Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten. Den onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen... En daarover ontstond een grote vreugde in de stad. Filippus werd op een geweldige, krachtige manier gebruikt door God. En het kwam omdat hij vol was van de Heilige Geest. We kunnen een aantal hoofdstukken daarvoor kunnen dat lezen met elkaar. En ik geloof dat jij een Filippus-bediening gaat krijgen. Dat jij iemand bent
En ik weet niet hoe je over jezelf denkt. Waarschijnlijk niet als een Filippus, maar ik geloof echt dat God de grote zalving op je leven gaat leggen. Als evangelist. En dat jij echt dorpen en de steden op zijn kop gaat zetten. Weet je, dat waar jij komt, dat demonen zullen moeten wijken, moeten vluchten. Waar jij komt en waar jij het evangelie predikt, waar Jezus predikt, zullen genezingen zullen plaatsvinden. Maar je zult ook oog hebben voor die ene. Hè. Filippus werd in de woestijn gelaten voor die ene man. Hè, om daar ook het evangelie te brengen. En zo zal je leven worden gekenmerkt. Maar dan moet je wel vol van de geest zijn. Dus bestudeer het boek. Ja. Zeker. Je kunt de afloop afrekenen. Ik heb een pinapparaat. Pinapparaat bij me. Ja. Flauwe grappen van Jan Polen altijd. Goed. Goed om hier te zijn, zei ik al. Mooi thema. Ontmoet je zus. En ik dacht, ik ben benieuwd of mijn zus er is. Ja, hey Maria. Nou ja, dat is gewoon een waar geworden thema. Ik heb mijn zus ontmoet. Nee, ontmoet Jezus. Prachtig mooi thema. En is mij gevraagd om te spreken over een gedeelte uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 10, vers 38. Dus ik ben maar gehoorzaam. Ik doe maar wat van me gevraagd wordt. En gaan we kijken wat daarvoor mooi staat. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in. By the way, Jezus is op weg uiteindelijk naar Jeruzalem. Dus hij is behoorlijke tocht aan het maken. Op verschillende plekken predikt hij. Nou, en dan, terwijl hij onderweg is, gaat hij in een dorp. En dan wordt hij gastvrij, staat er ontvangen, door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria, heb je weer die zus, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het juiste gekozen en dat zal er niet worden ontnomen. Nou, in de jaren dat Jezus rondtrok om het evangelie te verkondigen, kwam hij regelmatig in het kleine dorpje Bethanië. En dat lag ten westen van Jeruzalem op een prachtige mooie helling. Was volgens mij iets van 1,5 uur wandelen. En het was een hele rustige plek. Ja, Jeruzalem was natuurlijk een drukke stad. En dat dorpje was een rustig dorp. Met prachtige natuur, prachtige omgeving. Jezus kwam er graag. Als je heel goed in de evangelie leest, dan zie je dat Jezus herhaaldelijk een bezoekje bracht aan zijn vrienden daar. En met name in de laatste week voor zijn dood, voor zijn sterven. En dan is hij de hele week overdag in Jeruzalem. Maar als je de evangelie goed leest, dan zie je dat hij elke avond uiteindelijk logeerde bij zijn vrienden in Bethanië. Mooi is dat, hè? Dus bij zijn vrienden, daar vond hij rust, daar vond hij verkwikking, daar wilde hij graag zijn. Nou, deze keer brengt hij een verrassingsbezoekje aan zijn vrienden. Hij is onderweg en hij besluit met zijn 12 discipelen, die altijd met hem meetrekken, om een bezoek te brengen aan Maria, Martha en aan Lazarus. Moet je even voorstellen dat je onverwachts bezoek krijgt van 12 man. Ja, dat is best even een verrassing, denk ik. Toch? Stel je voor dat ik hier met 12 man was en dat ik even Rabbi Jan was. En Rabbi heeft allerlei discipelen bij zich en ik zou tegen je zeggen, joh, vandaag wil ik bij jou gaan eten. Ik denk dat het wel even een stukje stress bij je brengt. Zo van, opeens heb ik 13 man heb ik daar te gast. En dan moet ik een maaltijd klaarmaken. Nou ja, tegenwoordig is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld trouwens, toch? Want we hebben een magnetron en we hebben een oven en we hebben een diepvries waarvan alles in ligt. En als het daar niet is, ja, dan bellen we even de pizzeria en dan kunnen we pizza's bestellen. Maar in die tijd was het heel anders. In die tijd, als je een maaltijd moest klaarmaken, dan was je echt een behoorlijke tijd bezig. En dan was je druk bezig. Dus Martha en Maria gaan aan de slag. En terwijl ze zo bezig zijn, is Martha opeens Maria kwijt. En als ze dan binnenkomt, dan ziet ze dat Maria aan de voeten van Jezus daar zit. En dat was eigenlijk een beetje nadan, hè, voor vrouwen. Ik weet niet of je dat beseft. Maar in de Torah werd er niet zo vriendelijk naar vrouwen gekeken. Ik heb net nog even wat opgezocht daarover. En in de Talmud staat, wanneer een meisje wordt geboren, gebeurt er niets. En wanneer een jongen wordt geboren, wordt er een zegen gegeven aan de mensheid. Zo werd er een beetje gekeken naar de vrouw. Nog wat, de Joden weigerden vrouwen toe te staan om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen. Volgens het Talmud bestond de vrouw om kinderen voor te brengen, haar zonen te stimuleren om de wet te bestuderen
en om de seksuele verlangens van de man te bevredigen dat hij niet zou zondigen. Dat was de plek van de vrouw. En, zegt de Talmud verder, er zijn 9 vloeken op de vrouw door de zondeval. En 1 van die vloeken luidde, zij wordt niet geloofd als getuige. Nou, zo werd er gekeken naar de vrouw. Dus het was ook een beetje nat dan dat Maria daar überhaupt aan de voeten van Jezus zat. En maar goed, ze zat daar. En waarom? Omdat ze die woorden van Rabbi Jezus wilde horen. In de Misha, dat is een soort bijboek bij de Talmud, wordt op een bepaald moment iets heel moois erover geschreven. Er staat, laat je thuis een ontmoetingsplaats zijn voor de wijze en zit in het stof van hun voeten en drink hun woorden dorstig in. Ik vind hem zo mooi, nog een keertje. Laat je huis een ontmoetingsplaats zijn voor de wijze en zit in het stof van hun voeten en drink hun woorden dorstig in. En dat is wat Maria doet. Maria heeft maar 1 verlangen op dat moment. Jezus is daar. En ze heeft dorst, ze heeft honger en ze wil met 1 ding haar dorst lessen, haar honger stillen met de woorden die Jezus uiteindelijk daar uitspreekt. En ze luistert aandachtig. En Martha die ziet dat, en die ontploft op dat moment. Die denkt, ben ik nou alleen aan het werk? Ze wordt er ook een beetje chagrijnig om. En ze begint gewoon Jezus te commanderen. Ik lees het nog eens een keertje voor wat er staat. Kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar dat ze mij moet helpen. Ze is boos op Maria. En de eerste indruk zou ook een beetje zijn van, niet echt eerlijk, hè? Je rotwerk en zij daar een beetje zitten aan de voeten van Jezus. Maar we zullen zien aan Jezus' antwoord, hè, dat hij duidelijk maakt van Martha, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Er zijn tijden dat we hard werken, maar er zijn ook tijden dat we aan de voeten van Jezus moeten gaan zitten. En de kunst is om te verstaan wanneer we wat moeten doen. Wanneer moeten we hard werken en wanneer moeten we aan de voeten van Jezus zitten. En Maria die verstond op dat moment het momentum. En ze wist, nu moet ik zitten aan de voeten van Jezus. Nou, Martha, staat er nog even bij, was helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En dat gebeurt ook vaak met ons, dat we helemaal in beslag genomen worden door alle drukte, zeg maar, waarin we met elkaar leven. En we leven een drukke tijd. Wie je ook ontmoet en je vraagt hoe is het, dan is het bijna altijd druk. We hebben het maar druk met elkaar. Druk met van alles en nog wat. Druk met werk, druk met sociale contacten, druk met, ik heb ze even op een rijtje gezet waar we het allemaal druk mee kunnen hebben. Dan komen ze aan met Facebook, met Twitter, met Instagram, met TikTok, met Be Real. Het houdt maar niet op. Ja? We leven in een Martha-wereld en het is ongelooflijk ingewikkeld om een Maria te zijn in deze wereld. Maar opnieuw, Jezus zegt dan die prachtige woorden. Hij zegt, Martha, Martha, wat maak je toch druk? In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar 1 ding. 1 ding. En Maria heeft dat ene ontdekt. Heb jij ook dat ene ontdekt? Zoveel mensen leven in een continue stand-by stand. En ook ikzelf. Er zijn tijden ook dat ik merk opeens van, ho Jan, je bent weer in die trein terechtgekomen. Je bent weer in een verkeerde flow terechtgekomen. En die flow die voelt best lekker aan voor mij. Ik noem dat de snelweg van de bediening. Ja? Ik vind het heerlijk om te spreken. Ik vind het heerlijk om gesprekken met allerlei leiders in het land te voeren. Mensen uit de politiek. Ik vind het eervol om dat allemaal te doen. En soms zit ik wel eens in de auto, en dan vervult mij een gevoel van voldoening. Zo van, wat mag ik allemaal geweldige dingen doen. Maar dat kan me wel eens zo in beslag nemen, al die mooie dingen. Terwijl ik aan het werk ben voor God. Dus aanhalingstekens. Maar het kan ook een valkuil zijn. En 1 keer tikte God me daarin op mijn vingers. Ik reed in mijn auto en ik had opnieuw dat gevoel van voldoening op weg naar een spreekbeurt. En ik hoorde die stem van God heel duidelijk tegen me zeggen, Jan, je liefde voor de bediening is groter geworden dan je liefde voor mij. Nog een keertje. Jan, je liefde voor de bediening is groter geworden dan je liefde voor mij. En ik kwam ongelooflijk binnen. Ik zat te huilen in de auto en ik wist, Heer, het is waar. Ik mag niet in beslag genomen worden door de bediening, door alle drukte in het leven. Die fout wordt zo vaak gemaakt. Die fout zien we ook bij de gemeente Efeze, het boek Openbaring. Daar stapt Jezus die gemeente binnen en dan scant hij die gemeente even. En dan geeft hij aan wat daar goed is en wat er verkeerd is. En hij begint met een geweldig compliment. Hij zegt tegen die gemeente op dat moment, ik zie jullie trouw. Ik zie jullie harde werken, je inspanning. Ik zie jullie volharding. Nou, geweldig toch?
Ja, stel je voor dat ik Jezus was, ja, dat kun je niet voorstellen, maar stel je voor dat ik Jezus was en hier zou zitten en tegen jullie zou zeggen, gemeente, de ark, ja, lieve mensen, ik zie jullie inspanning, ik zie jullie trouw, ik zie jullie harde werken, ik zie je volharding. Ik denk dat je je rug zou rechten en tegen je buurman zeggen, wow, hij heeft het gezien, hè. Toch? Maar er komt iets achteraan. Dan zegt hij, maar ik heb één ding tegen jullie, zegt hij. Eén ding, dat ene ding, dat komt straks terug, hè, waar Jezus over sprak. Hè. Maria heeft dat goede gekozen, dat ene ding. Jezus zegt, één ding heb ik tegen je. Dat jullie je eerste liefde zijn kwijtgeraakt. En dan zegt hij, wat een val heb je gemaakt, zegt hij dan. In het Engels staat daar, de Messie vertaling, you made a Lucifer fall. Wow. En hij roept ze op om ze te bekeren. Hij zegt, bekeer je, want anders neem ik de kandelaar uit je leven weg. Waarom was hij zo streng uiteindelijk? Ja? Want hij wist, weet je, als ze dat contact met mij verliezen, als ze niet meer in die verbinding met mij zijn, als ze mij niet zien als de bron van het leven, als ze niet voortdurend aan mijn voeten komen zitten, dan zullen ze het uiteindelijk niet volhouden. Dan zal die inspanning verdwijnen, die volharding verdwijnen en die trouw verdwijnen. Ja? Het is essentieel dat we dit begrijpen en dit steeds weer opnieuw pakken met elkaar. Dat wij ervoor kiezen om aan die voeten van Jezus te gaan zitten. Dat ene ding, Martha, Martha, wat maak je je toch druk. In dit leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Eén ding. Een Engelse vertaling zegt, Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. Die woorden één ding is interessant. Die komen 3 keer voor in de Bijbel. Dat begrip één ding. We zien het hierbij bij Maria en Martha, waar Jezus het zegt. Maar we zien het ook bij Paulus. Paulus die een geweldige ervaring heeft gehad op weg naar Damascus, zijn bekeringservaring. Hij heeft Jezus gezien en hij valt op de grond en hij heeft een geweldige openbaring van Jezus en dat verandert zijn leven voor altijd en definitief. Maar hij heeft niet, zeg maar, hij is niet blijven teren op die ene ontmoeting met Jezus. En ik kom vaak mensen tegen die teren op 1 of 2 ontmoetingen die ze met Jezus hebben gehad. Maar Paulus teerde niet op die ene ontmoeting met Jezus. Nee, dat had juist iets in hem vrijgezet, een passie, om God steeds beter te leren kennen. Om continu aan de voeten van Jezus te blijven. 30 jaar na zijn bekering, dan zit hij in de gevangenis in Rome en dan schrijft hij een brief aan de gemeente de Filippenzen. En daar schrijft hij een aantal dingen in waarin hij zou kunnen roemen. Ja, hij beschrijft een aantal dingen, jongens, ja, als ik zou kunnen roemen, nou, noemt hij een rijtje op. Maar dan verandert hij opeens van toon en dan zegt hij het volgende. Hij zegt, maar, zegt hij dan, ik beschouw dat allemaal als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. En dan komt het, ik heb alles als vuilnis weggegooid. In het Grieks staat het woordje skubulon, dat betekent mest, stront. Ik heb alles als stront. Hij zegt er in verhouding, ja, tot het leren kennen van Jezus, is al het andere is als stront. Het kan niet in de schaduw staan van het belang uiteindelijk om Jezus te leren kennen. Paulus was gegrepen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, ik heb het allemaal weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Het enige wat ik wil, is Christus kennen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben hoor, zegt hij dan, na 30 jaar. Ik ben er nog lang niet, of dat ik volmaakt ben, nee. Maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen, waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft, toen in Damascus 30 jaar daarvoor. En dan komt er, dan zegt hij in vers 13, één ding doe ik. Is dat één ding? Vergetende datgene wat achter mij ligt, uitstrekkende naar het doel wat voor mij ligt. En welk doel is dat? Christus kennen. Dus ook bij Paulus zien we dat begrip, één ding. En tenslotte zien we het bij koning David, die in Psalm 27 vers 4 schrijft. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, zegt hij daar, is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Jezus opnieuw zegt het tegen Martha, één ding is belangrijk, aan de voeten zitten van Jezus. En dat spreekt van intimiteit en vriendschap. Paulus zegt het, ja, één ding doe ik, Christus leren kennen. Spreekt opnieuw van intimiteit en vriendschap. En David zegt het, ik vraag aan de Heer één ding, wonen in het huis van de Heer en de liefde van God te aanschouwen. Eén ding. Mijn vraag deze morgen, daar ben ik hiervoor gekomen,
voor die vraag. Hoe staat het ervoor met jouw leven? Is het bij jou ook dat ene ding waar al het andere bij in de schaduw staat? Dat ene verlangen, die ene passie om Christus te leren kennen. Om net als Maria aan de voeten van Jezus te zitten. Is er bij jou een patroon in je leven, een gewoonte in je leven, dat je dagelijks tijd neemt om met hem te zijn, alleen met hem? Dat je een plek hebt waar je niet gestoord wordt. Zoals Mozes een plek had. Van Mozes wordt gezegd dat hij een tent neerzette ver buiten de lege plaats. In de lege plaats was drukte. In de lege plaats was afleiding. In de lege plaats waren allerlei geluiden. Waren mensen die een beroep op hem deden. Maar hij zegt, ik maak een plek, ik zet een tent neer ver buiten de lege plaats. En wat gebeurde daar? Daar ontmoette hij God. En hij nam tijd om bij God te zijn. Om hem te ontmoeten. Ja, dat is het belangrijkste. En in onze tijd kunnen we zeggen om aan de voeten van Jezus te zitten. Zo ontzagwekkend belangrijk. Heel veel mensen die ik spreek, die hebben het excuus dat ze geen tijd hebben om tijd met Jezus door te brengen. Ook leiders. Ik spreek gemiddeld elke week 5-6 leiders uit Nederland. En een van de vragen die herhaaldelijk op tafel komt is, hoe staat het met je relatie met God? En ik kan je vertellen dat het soms treurig is wat ik hoor van leiders. De excuses die ze hebben, dat ze geen tijd hebben om gewoon elke dag regelmatig bij Jezus te zitten. Ze hebben het te druk, ze hebben het te druk, ze hebben het te druk. Het zijn maar enkele uitzonderingen van leiders die me aankijken en zeggen, Jan, mijn relatie met God is echt super, is fantastisch. Leiders. Ik heb er nog wel één anekdote over. Dat is een leider uit Limburg, die ik al 25 jaar mentor. En we ontmoeten elkaar vaak in Den Bosch, in een wegrestaurant bij Den Bosch. De lucht. En dan brengen we een aantal uren met elkaar door. En op een keer zat ik met hem en toen halverwege het gesprek vroeg ik aan hem, ik kan hem zijn naam al even noemen, want hij weet dat ik er wel eens over praat. Ik zei, Remco joh, hoe staat het eigenlijk met je relatie met God, met je intimiteit met hem? Toen keek hij me aan met glunderende ogen en zei, Jan, fantastisch. Hartstikke goed. En meestal stel ik dan een andere vraag, zo van, vertel er eens wat over. Hoe doe je dat dan, je tijd met God doorbrengen? Wat zegt God tegen jou? Maar ik stel hem een andere vraag. Ik zeg, Remco, sinds hoe lang, sinds wanneer is jouw relatie met God zo goed? Dan zegt hij, oh, hij zegt, sinds een week of 5. Ik zeg, 5 weken zo'n beetje, ja. Ik zeg, wat is er 5 weken geleden gebeurd? Hij zegt, toen keek ik in mijn agenda, dan keek ik even vooruit, dan zag ik onze afspraak staan. En toen dacht ik, oh. Ja. Hoe goed is het om coaches in je leven te hebben? Hoe goed is het om mensen in je leven te hebben waar je rekenschap aflegt? En die prikkelende vragen ook aan je durven te stellen uiteindelijk. En hoe staat het met jouw relatie met God? Hoeveel tijd heb jij? Wist je dat Nederlanders, gemiddelde Nederlander, en dat ben jij ook. Dus je bent een gemiddelde Nederlander, toch of niet? We zijn allemaal gemiddelde Nederlanders. De gemiddelde Nederlander heb ik nu over, ook in deze kerk. De gemiddelde Nederlander besteedt meer dan 3 uur per dag aan het kijken van tv of tv on demand. Meer dan 3 uur, gemiddelde Nederlander. Daarnaast, de gemiddelde Nederlander besteedt 1 uur en 50 minuten aan sociale media. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander 5 uur zo'n beetje besteedt aan media. 5 uur. En heel veel christenen ook. En dan ga je tegen mij zeggen dat je geen tijd hebt om Jezus te ontmoeten. Ja, ik ben pittig, dat zeg ik ook tegen leiders hoor, dan ben ik ook streng. Ik zeg, joh, tijd is niet het probleem, het is geen prioriteit voor jou. Als je het niet doet, is het blijkbaar geen prioriteit voor jou. Dan zie je het belang niet in en ik hoop je warm te maken, ja, om het belang te accentueren, wat er is om wel aan die voeten van Jezus te zitten. Want zo ongelooflijk, je kunt niet zonder joh, je kunt niet zonder. En het moet een gewoonte in je leven zijn. Zoals je geen maaltijd overslaat in principe. Hè, gewoon je eet, je ontbijt, je lunch. Zo kun je gewoon je relatie met God kun je niet overslaan. Ik heb besloten om er elke dag mee te beginnen. Het eerste wat ik doe, elke ochtend, ja, is God ontmoeten. Ik heb het nodig. Ik kan niet zonder. Het is een gewoonte van me. Ik hoef er niet over na te denken. Het is niet moeilijk voor me om daarvoor te kiezen.
Elke ochtend opnieuw, dan, ja, ik word in bed al, joh, dan word ik al helemaal, krijg ik kriebels. En vanochtend ook, helemaal kriebels in mijn buik. Denk ik, oh, ik ga Jezus ontmoeten. En dan zweef ik de trap af naar beneden. En dan heb ik elke ochtend opnieuw, ook vanochtend, de meest romantische ontmoetingen met Jezus. Maar niet heus. Ja, jullie dachten even, Jan is nu wel erg heel hoog gestegen in ons leven. Nee, ik wou dat het waar was, zeg, dat ik dat elke ochtend had. Nee, ik heb heel vaak helemaal geen zin, joh. Nee, echt niet. Nou, hebben jullie natuurlijk altijd zin, maar... Wie heeft er ook wel eens geen zin, 's ochtends om te bidden? Steek je hand eens op. Oh, heel veel, oh gelukkig. Dan staan we op hetzelfde niveau. Ja, dat is de realiteit, toch? Ja, als ik wakker word, ik ga altijd eerst even douchen, want ja, ik moet wel even wakker zijn dan. Ik denk, ja, ik moet hem ook een beetje schoon ontmoeten. En dan loop ik naar beneden, ja, en dan wil ik eigenlijk veel liever de krant lezen, net als jullie. Trouw ligt daar op de deurmat in de gang, beneden kom. Mijn mobiel ligt daar en ik, ja, er zijn misschien leuke appjes zijn er binnengekomen, belangrijke mailtjes, weet ik wat. Ja, maar ik stap elke ochtend gewoon als een, ja, zonder na te denken, loop ik naar de koelkast, ik trek de koelkast open. En er ligt er allemaal eten, daar zeg ik ook nee tegen. Maar ik pak wat druivensap, ik schenk een klein glaasje druivensap in. Ik heb een alcoholverleden, dus geen wijn. En ik pak een stukje brood en ik vier elke ochtend avondmaal. Dat doe ik elke ochtend. Dat is een gewoonte voor me geworden. En dan dank ik God opnieuw voor het offer wat hij bracht. En dat ik gemeenschap met hem mag hebben en kan hebben. En dan besteed ik tijd met God. Ik heb niet een stopwatch naast me staan. Zo van, nu moet ik een uur volbrengen of een half uur of een kwartier. Dat boeit me niet. Ja? Dus dat doe ik ook niet met Marijke. Als ik met Marijke ga zitten, ga ik ook niet met een stopwatch zitten. Zo van, nu ga ik een kwartier met je, of een half uur met je praten. Ja, dus ik zie wel hoe het loopt dan met God samen. Soms is het een kwartier en soms is het anderhalf uur dat ik met hem zit. Maar ik heb ervoor gekozen om elke dag tijd te nemen om hem te ontmoeten. Zo ongelooflijk belangrijk. Geldt het ook voor jou? Wat gebeurt er allemaal aan die voeten van Jezus? Nou, heel veel. Ik heb er een aantal uitgekozen. Daar, hè, dat is de plek waar je zijn liefde ontvangt. We hebben allemaal een ongelooflijke behoefte aan liefde, wist je dat? Dat heeft God in ons gelegd. We kunnen niet zonder liefde. En God wil die liefde geven, elke dag opnieuw. En het is goed om je dag daarmee te starten. Het is Psalm 103, vers 8, wat zo mooi zegt. Laat mij in de morgen uw liefde horen. Nou, ik heb dat nodig, hoor. Ik moet 's ochtends die liefde horen. Want als ik niet gevuld ben met zijn liefde, ja, dan worden die verleidingen van al die stemmen die ik ontmoet, die worden wel erg groot. Stemmen die tegen mij zeggen, Jan, je moet je identiteit halen uit wat je doet. Joh, je moet presteren, je moet scoren. Ja, en dan bewonderen we je, dan wordt er van je gehouden. Jan, je bent wat je hebt. Bezit die je hebt, een plek die je inneemt, positie die je inneemt, een bediening die je hebt, daar haal je identiteit uit. Er zijn stemmen die zeggen, ja, je moet het wel verdienen. Of ik ben wat anderen van me vinden. Nou, dat is helemaal een valkuil voor mij. Ja, dan krijg je krijgt kritiek op je functioneren en dan voel je rot als je kritiek krijgt. Maar niet als je 's ochtends al gevuld bent met de liefde van God. Ja, als je daar die diep in je hart die stem van God hoort en beseft, maar de Vader houdt van mij. Onvoorwaardelijk. Dat vind ik zo bijzonder, dat God onvoorwaardelijk van me houdt. Echt waar. Vind ik echt. Daar dank ik hem echt elke dag voor. Dat is voor mij, dat ik, Heer, hoe is het mogelijk? U houdt onvoorwaardelijk van mij. Dat betekent dat niets in mijn gedrag zijn liefde voor mij beïnvloedt. Ik kan Gods liefde voor mij niet thermostatisch beïnvloeden. Snap je dat? Ik kan het niet hoger of lager zetten. Gods liefde voor jou wordt geen millimeter groter, hoe je ook je best doet. Al ga je 4 keer per jaar na 10 dagen bidden, vasten van Herman Boon. Al hou je elke dag een uur stille tijd. Al ga je elke week op zaterdag de straat op om het evangelie te verkondigen. Gods liefde voor jou wordt geen spatje meer. Aan de andere kant, al kijk je de afgelopen weken bijna iedere avond of nacht naar pornofilms. Gods liefde voor jou wordt geen spatje minder. Wist je dat? Besef je dat echt? Dat is wat. Hij vindt het afschuwelijk dat je een porno krijgt, hoor. Want hij weet hoe slecht het voor je is. Maar zijn liefde voor jou wordt geen spatje minder. Wij kunnen Gods liefde door ons niet beïnvloeden. Want die is onvoorwaardelijk.
En onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk. Als je dat beseft, joh. Sluit gewoon even je ogen en laat het gewoon even tot je gewoon even stilzitten. Dat je even beseft hoeveel God van je houdt. Ontvang het maar. Hij houdt van je. Zijn glimlach rust op jou. Er is niemand die het hart van God zo kan raken als jij. Hij vindt het fijn om bij je te zijn. Zijn hart stroomt over van liefde voor jou. De Vader zegt vandaag tegen jou: jij bent mijn geliefd kind. Het tweede wat er kan gebeuren, amen. Je kunt tot rust komen. Het is zo belangrijk in deze wereld. Zoveel mensen zijn continu moe. Ik vroeg het laatst in een leidersontmoeting. Dat is een groep van 75 leiders. En ik vroeg: wie voelt zich eigenlijk continu moe? En ik denk dat 80% zijn hand opstak. En vraag hier, wie voelt zich ook voortdurend moe? Steek je hand eens op. Dat je eigenlijk zegt, ik heb heel veel mensen voortdurend tekort aan energie. Dat komt doordat de balans uit ons leven is weg. Ik ben eens burn-out geweest, daar wil ik nooit meer inkomen. Ik heb de signalen leren herkennen van, oh Jan, nu vraag je te veel van jezelf. Ja. En die valkuil is er steeds opnieuw. Ik vind het ongelooflijk ingewikkeld om nee te zeggen tegen dingen. Om nee te zeggen tegen leiders, want ik weet, ze hebben vaderschap nodig, een mentor nodig. En ik moet toch nee zeggen omdat ik gewoon de tijd heb. Maar ik moet het wel, ik moet nee zeggen. Want ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Ik moet zorgen voor balans in mijn leven. Hoe ontstress jij? Hoe ontspan je? Je kunt op allerlei manieren kun je ontstressen of ontspannen. Door een potje squash. Hè? Sommigen vinden het fijn om even lekker energiek bezig te zijn. Potje squash, potje voetbal, weet ik wat. Weer anderen vinden het heerlijk om op het balkon te zitten met ondergaande zon en een glaasje wijn. Anderen nemen een schuimbad. Lekker in bad kom je heerlijk tot rust. Gewoon een goede nacht lekker slapen. Uitgaan is voor sommigen ook gewoon heerlijk ontspannen. Maar ik ga je vertellen dat er iets veel beters is om echt tot rust te komen. Dat is verreweg de beste manier. Alleen we gebruiken hem niet, joh. We hebben hem ergens opgeborgen. En al die andere dingen die lijken ons allemaal beter rust te geven dan datgene wat ons echt rust geeft. Het klonk hier al door die ene mevrouw die daar een profetie over doorgaf. Jezus nodigt ons uit. Matthäus 11, vers 28, hè? In onze vertaling staat het er heel mooi hoor. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. En dan heeft hij over zijn juk, wat licht is en zacht is. Maar de Message-vertaling, oh man, daar kan ik helemaal opgewonden over raken als ik dat voorlees. Die is zo mooi. Daar zegt Jezus het volgende, dus, hè, dat is een parafrasevertaling. Dus die heeft geprobeerd de grondtekst zo dicht mogelijk te benaderen en met wat meer woorden uit te drukken waarin hij voelt dat hij Jezus bedoelt. En dan zegt hij het volgende: ben je moe, uitgewoond, opgebrand? Kom bij mij. Ga met mij mee en je zult je leven herstellen. Ik laat je zien hoe je echt tot rust kan komen. Wow, nog een keertje. Ik laat je zien hoe je echt tot rust kan komen. Wandel met mij, werk met mij mee en kijk hoe ik het doe. Wandel met mij, werk met mij mee en kijk hoe ik het doe. En dan komt hij. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Prachtig. Learn the unforced rhythms of grace. Leer die ongedwongen ritmes van genade. Ik zal je niets opleggen dat te zwaar is of niet past. Blijf in mijn nabijheid en je zult leren om vrijuit en licht te leven. Wat een geweldige belofte. Maar dan moet je wel de tijd nemen om aan zijn voeten te komen en bij hem te zitten. Om dat te ervaren wat hier staat. Dan moet je stil worden bij hem. Zullen we nog een keertje de ogen sluiten? Heer, we kunnen met zoveel lasten rondlopen. Heer, lasten die we onszelf hebben opgelegd. Een last van een te grote verantwoordelijkheid. De last van schuldgevoel. Een last van schaamte.
Maar ook last, Heer, die anderen ons opleggen, Heer. Anderen die ons een schuldgevoel geven. Anderen die ons oordelen. Heer, leugens, Heer. Er kunnen zoveel last op onze schouders worden neergezet. Maar ook gewoon de last van het leven. De last om als vader of moeder verantwoordelijk te zijn voor zoveel dingen. Het kan ons zomaar eens te veel worden. Ik wil u bidden op dit moment, Heer, of u lasten van onze schouders wilt afnemen. Wilt u rondgaan, Heer. En met uw liefdevolle handen van de schouders van deze mensen die lasten afnemen. En uw eigen last, uw juk op hun schouders neerleggen. En u zegt, Heer, dat juk is zacht en licht. Dat past bij ons. Heer, leer ons om in balans te leven, om dat ritme te ontdekken voor ons persoonlijk leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je kunt dus een stem horen, heb ik hier nog staan. Dat is ook mooi, hè? Die stem van God te horen. En die stem is vaak heel verrassend, heb ik in mijn eigen leven ervaren. Ik ga bijna elke dag wandelen. En dat is mijn ongestoorde plek. Ik heb altijd dezelfde wandeling, dus ik kan hem bijna met mijn ogen dicht kan ik hem lopen. Ik heb verschillende routes. Ik heb een half uur route, een uur route, een anderhalf uur route, een twee uur route. En dan heb ik intense tijd met God. En dan spreek ik eigenlijk niet zoveel, ik luister meer. Ik vind het namelijk belangrijker wat God tegen mij zegt dan wat ik tegen hem zeg. Oh, ik heb wel momenten van voorbeden, maar voor mij is dat vooral een tijd van gewoon bij God zijn. En deel ik mijn hart met hem, mijn gevoelens wel, maar ik wil vooral luisteren. En zo op een keer, 8 jaar geleden, ben ik aan het wandelen, niets vermoedend. Ik was voorganger van Shelter Haarlem. En mijn gedachte was altijd, tot mijn pensioen blijf ik voorganger. En daarna breekt er een nieuwe fase in mijn leven aan. Ik was 59 jaar, dus ja, het zou nog 7 jaar duren voordat ik met pensioen ging. En ik ben daar aan het wandelen en ik hoor de Heilige Geest zo duidelijk spreken. De Heilige Geest zei, Jan, ik wil dat je je opvolger klaarmaakt, de komende 2 jaar, want ik heb een ander plan voor je. Ja, en ik wil je vrijzetten van lokale verantwoordelijkheid. En ik schrok, echt waar. Ik zei, het was een complete verrassing voor me. Wat bedoelt u, Heer, hoe moet het dan met mij, Heer, hoe moet ik dan aan salaris komen als ik geen voorheer, ik heb een goed salaris als voorganger. Pensioen opbouwen, hoe moet dat? Nou, daar gaf hij geen antwoord op. God geeft soms geen antwoord op je vragen. Hij zei alleen maar, Jan, vertrouw me maar. En toen heb ik ook nog gevraagd van, Heer, ja, mag ik ook vragen wie u als opvolger voor ogen heeft? En ik dacht wel dat ik het zou weten. Ik denk, nou, dat zal Michiel wel worden, die al 14 jaar naast me stond en die ongelooflijk een goede leider is. Maar God zei wat anders. Hij zei, Walfried Giltjes. En ik zei echt, Walfried, Heer? Zo van, hoor ik het goed? Ja, echt. Walfried was net oudste, een jonge oudste. En ook wel eens een beetje onstuimig af en toe. Ik had nog wel eens met hem gebotst. Hij kon nog wel eens boos worden. Maar God zei, Walfried, Jan, die ga je klaarmaken. Oké. Dat heeft ons leven een complete wending gegeven van Marijke en mij. Ik kom thuis en ik deed dat natuurlijk eerst met Marijke. De profetie moet getoetst worden. Spreken van God moet getoetst worden. Ik zeg, lieverd, joh. Ik ontving iets. Het eerste wat ik zei, van ja, ik geloof dat God zei dat we ons voorgangerschap moeten overdragen in de komende 2 jaar. En Marijke vond het wel fijn. Die zei, oh, fijn, zei ze. Echt waar. En ik zeg, lieverd, maar ik zeg, we hebben geen zekerheid van salaris dan. Ik zeg, een hele andere fase wordt het in ons leven. Dus heb ik tegen haar gezegd, we wonen in een mooie hoekwoning met een garage. Ik zei tegen Marijke, misschien komen we dan wel terecht, dus bij ons een begrip in de omgeving, in een flatje in IJmuiden. En toen zei ze, so what? Ik wil maar 1 ding, lieverd, zei ze, en dat is samen met jou de wil van God doen. Dan zijn we met z'n tweeën neergeknield. En we zeiden van, Heer, als dit uw spreken is, dan willen we in geloof willen we uitstappen. Toen vroeg ze ook nog aan me van, heeft God ook gezegd wie je moet opvolgen? Ik zeg, ja, tuurlijk, ja, dat heeft hij ook gezegd. Wie dan? Walfried en Maria. Weet je wat toen gebeurde? Begon ze te huilen. Echt waar. Toen zei ze, ach, dat lieve gezinnetje. Zo van, dat kunnen we ze niet aandoen om gemeenteleider te worden. Ja. Maar hoe sta jij nog open voor dat spreken van God?
Om Gods stem te horen moet je stil worden. God fluistert. Daar moet je dichtbij komen. Kan je me bijhouden trouwens met die camera? Ja, lukt het ook. We hebben op conferenties altijd doventolken. En doventolken hebben een gebaar voor Martin Koornstra, en een gebaar voor mij. Speciaal gebaar. Van Martin, dus dit gebaar. Hè? Dan weten die doven, oh, Martin Koornstra gaat spreken. Ken je Martin? Die is altijd... En Jan Paul is dit. Zo van, die loopt heen en weer. Goed, de laatste. Je kunt de kracht ontvangen. Je kunt de kracht ontvangen. We kunnen niet zonder de kracht van God. Als Jezus zijn discipelen klaar wil maken, uiteindelijk om het evangelie te prediken, dan brengt hij nog 40 dagen met ze door. En na die 40 dagen heeft hij allerlei dingen weer geleerd. Dan zegt hij, jongens, nu moeten jullie in Jeruzalem wachten, zegt hij daar. Niet weggaan, wachten. Je hebt een opdracht, maar je moet eerst wachten. Je hebt een missie, maar je moet eerst wachten. Hij zegt, je wacht tot je vervuld wordt met de Heilige Geest, tot je kracht ontvangt. We kunnen niet uitgaan, we kunnen niets doen zonder dat we vol zijn van de Heilige Geest, zonder dat we kracht hebben ontvangen. En hun gaan wachten. Ja? Hun weten wat het is om te wachten, om stil te zijn. 10 dagen lang. Wij weten dat het 10 dagen duurde, maar dat wisten zij niet van tevoren. Moet je voorstellen, dan zit je daar 1 dag, 2 dag, 3 dagen, 4 dagen. Nou, ik zou onrustig worden hoor. En denken, nou, we zitten hier al 4 dagen te wachten. Hallo, hé. Maar ze blijven wachten. En dan komt het, dan wordt het, de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan ontvangen ze kracht. Maar het was niet een eenmalige ervaring, dat kracht ontvangen. Nee. Een paar hoofdstukken later, dan zien we dat ze een verlamde hebben genezen. Peters en Johannes, die zijn erbij betrokken geweest. En die verlamde kan lopen, oproer. En ze worden gelijk gevangen genomen. En dan worden ze voor het Sanhedrin worden ze geleid. En ze worden geïntimideerd, onder druk gezet. Er wordt gedreigd. Ja. Jullie mogen nooit meer over die Jezus mag je spreken. En op die manier worden ze weer weggestuurd. En dan komen ze terug bij hun maatjes, bij hun andere discipelen. En wat gaan ze doen? Ze gaan een bidstond houden met elkaar. Ze gaan bidden. Ja, en niet van, oh Heer, wat erg allemaal, ons leven wordt bedreigd en Heer, bescherm ons. Nee, Heer, geef ons vrijmoedigheid om het evangelie te blijven prediken. En wat gebeurt er? Er staat de plek waar ze baden, die werd helemaal bewogen en ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Die is een eenmalige ervaring, ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En Paulus die schrijft aan de Efeziërs de volgende woorden. Wees steeds bezig, staat daar letterlijk in de grondtekst. Nou, ik zal het eerst even voorlezen in hoe het er in onze vertaling staat. Efeziërs 5, 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Nou, dat is alles wat in de wereld is, al die verleidingen. Daar moet je niet vol van zijn, niet dronken van worden. Maar, zegt hij dan, word vervuld met de geest. En opnieuw, in het Grieks staat daar letterlijk, wees steeds bezig om vervuld te worden van de Heilige Geest. Het is een continu iets. Ja, we lekken Heilige Geest, om het even zo uit te drukken. We hebben steeds er opnieuw die vervulling nodig. Ik bid het elke dag. In die tijd die ik met God doorbreng, bid ik elke dag, Heer, zeg ik, Heilige Geest, vul mij opnieuw. Kom, Heilige Geest, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. De kerk in Nederland staat ongelooflijk onder druk. Dat wist je ongetwijfeld. Als het zo doorgaat met de leegloop van de kerk, dan bestaat er in 2040 geen kerk meer. Wist je dat? Het CBS heeft dat berekend. 2040. Is er geen kerk meer. Slaat de laatste gelovige sluit de deur. De toestand van de kerk in Nederland is echt triest. Er zijn uitzonderingen. Maar die uitzonderingen zijn vaak die groeien door verhuizing van mensen. In de zin van een kerkverhuizing. Maar niet zozeer door nieuwe mensen die tot geloof komen. En er moet wat gebeuren in dit land. Ik geloof met heel mijn hart. Ik ben niet gedeprimeerd of zo. Ik ben enorm hoopvol. Ik ben ongelooflijk blij. Ik spreek zoveel leiders die gedeprimeerd zijn van al die crisissen die ons hebben getroffen. We hebben allerlei crisissen komen weer met elkaar. Klimaatcrisis, watercrisis, bestuurscrisis, coronacrisis, crisis. En iedereen, oh, en ik zeg, oh, geweldig. Ja, echt, geweldig. Ik hoop echt dat je blij bent met al die crisissen waardoor we worden getroffen. Dat meen ik echt hoor. Wees er blij mee. Waarom? We hadden het zo goed met elkaar. Mensen hadden Jezus niet nodig, joh. We kunnen best zonder Jezus. En dan kom je aan met je getuigen, oh joh, ik heb het goed, nu niet meer. Mensen zijn bang, mensen zijn angstig, onder druk, maken zich zorgen, zijn in problemen. Dit is de tijd dat de kerk moet opstaan. Dit is de tijd waarin opwekking kan plaatsvinden. Er is honger en dorst bij mensen. Ze zoeken iets buiten zichzelf. Maar hebben wel opnieuw de kracht van de Heilige Geest nodig. De band mag naar voren komen.
Ik wil je vragen om te gaan staan. Ik ga een groot stuk voorlezen uit mijn boek over de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. En ik ga echt God vragen dat hij je daarin ook aanraakt. Ik heb het boek vorig jaar, juni, in 4 weken tijd geschreven. De week voor Pinksteren sprak ik in een kleine gemeente in coronatijd. Dus 30 man. En een charismatische gemeente. Er was geen muziekteam vanwege de ziekte van corona. Dus ze hadden YouTube-filmpjes hadden ze met elkaar. En ik denk, nou, ik ga een week voor Pinksteren gaan spreken over de Heilige Geest. Dus ik sprak over de Heilige Geest daar. En tijdens de dienst begon de Heilige Geest al te bewegen en te vallen. Mensen werden aangeraakt, begonnen te huilen. En aan het einde van de preek viel de voorganger huilend op zijn knieën neer. Hij huilde. En hij riep het uit. Heer, vergeef ons. Heilige Geest, vergeef ons. We hebben u niet de ruimte gegeven die u toekomt. Heer, we hebben u genegeerd, Heer. We hebben u beperkt, Heer. En de Heilige Geest viel echt. En ik ging in een stuk bediening. En toen nam de aanbiddingsleidster het over. En die zette een YouTube-filmpje op. Dat had ze even snel opgezocht. Van een nummer van Martin Smith. Come, Holy Spirit. Wie kent dat nummer? Als je het niet kent, moet je het opzoeken. Martin Smith, come Holy Spirit. Mom. Ik hoorde het voor het eerst. En het raakte me diep. En ik dacht, oh, ik moet hier weg. En dan voel ik dan gewoon, ik moet alleen zijn. Ik heb even snel een kopje koffie gedronken. Tegen die volgende, joh, ik ga er vandoor. In de auto heb ik op mijn playlist gelijk het nummer heb ik opgezocht en neergezet. Ik heb 40 minuten lang in de auto naar huis alleen maar dat nummer gedraaid. Tranen stroomden over mijn wangen. En ik brulde het uit met Martin Smith. Come Holy Spirit. Het lied gaat erover dat de kerk een nieuwe uitstorting van Gods geest nodig heeft. En ik rijd de Florronde in, dat is de straat waarin ik woon. En ik hoor de Heilige Geest spreken. Hij zegt, Jan, ik wil dat je een boek schrijft over mij. Over het werk van de Heilige Geest. Over opwekkingen uit het verleden. Dat je de gemeente, dat je de kerk klaarmaakt voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En het is al aan het gebeuren. Ik mag de vruchten zien. En weet je waar vooral? Ik ben heel eerlijk, in traditionele kerken. Ik heb de afgelopen maanden een aantal keren meegemaakt in een traditionele kerk. Gewoon een PKN-kerk, gereformeerde kerk. Dat de Heilige Geest gewoon echt voor mijn ogen neervalt. En dat Marijke was een keer mee naar een gereformeerd vrijgemaakte kerk. En ik deed een uitnodiging, mensen kwamen naar voren en we begonnen te profeteren. Mensen begonnen in tongen te spreken, vervuld met de Heilige Geest. Ja, er is iets moois aan het gebeuren. Goed, je mag wat spelen. Ben je er klaar voor? Het laatste stukje uit mijn boek. De vroege christenen hadden de boodschap van Jezus goed begrepen. Ze wisten hoe belangrijk het was om in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest te leven. Het was namelijk de Heilige Geest die hen in staat stelde om het Koninkrijk van God krachtig te openbaren. Maar al in de 2e eeuw na Christus sloeg de kerk een andere weg in. De dynamiek van de geest werd steeds minder. De kerk vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen dan om geduldig te wachten op de Heilige Geest. Nog een keertje, laat deze zin tot je doordringen. De kerk vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen dan om geduldig te wachten op de Heilige Geest. De orde van de geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van Gods geest verdween meer en meer uit de kerk. Maar gelukkig zijn er steeds opnieuw momenten in de kerkgeschiedenis geweest waarop christenen zich ervan bewust werden dat ze de Heilige Geest nodig hadden. En vanuit dat verlangen ontstonden er opwekkingen. Zo was er aan het einde van de 19e eeuw een bijzondere opwekking in het kleine dorpje Mottlingen in Duitsland. En deze beweging van Gods geest ging gepaard met tekenen, wonderen en veroorzaakte een schokgolf door het hele land. Vele duizenden mensen reisden naar het kleine dorpje, 500 inwoners, speciaal om God te ontmoeten. Wat zou het mooi zijn als mensen hier naar de Lange Dijk zullen komen. Ja? Maar hetzelfde kan gebeuren. Amen? Ja? Dan gaan we verder. Ze kwamen daar om God te ontmoeten. Ja? Ontmoet Jezus. Laat dit een plek zijn waar mensen God ontmoeten. Hun zonde te belijden, persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond doordat de plaatselijke dominee Bloemhart, ontevreden was over de status quo van zijn eigen spiritualiteit en die van de kerk. En dan bidt hij het volgende. En dit is mijn gebed. Dit gebed wat ik nu voorlees, heb ik de afgelopen jaren zo vaak gebeden.
Dit is mijn schreeuw, dat meen ik echt. Dit is mijn schreeuw. Deze schreeuw van dominee Bloemhart. Ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Die moet komen, dat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer doorgaan. De gaven en de krachten van de vroegchristelijke tijd. Oh, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de Verlosser gewoon staat te wachten tot wij hem vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, moet ik zuchten. O Heer Jezus, is dat de beloofde geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaat als in de tijd van de apostelen? En dan ga ik verder in mijn boek. Het is mijn gebed dat er in de kerk van Nederland ook zijn ontevredenheid komt over de status quo. En dat we het net als dominee Bloemhart gaan uitroepen naar God. Het is niet overdreven om te zeggen dat de toekomst van de wereld in de handen ligt van de plaatselijke kerk. De enige echte hoop die de wereld heeft is Christus in ons en de Heilige Geest die door ons heen werkt. Daarom hebben wij het nodig om vol te zijn van Gods Geest. Er moet wat gebeuren, want zo kan het niet langer. Kom, Heilige Geest. En onze handen uitstrekken naar de hemel. O Heer. Heer, we willen zo samen bij u komen, Heer. Jezus. O Heer. Blijf met je handen omhoog staan. Een jaar of 12 geleden las ik zaterdagochtend Trouw. Er stond een 2 grote pagina's groot artikel over de neergang van de PKN. Met de toenmalige Scriba, een interview. En deze Scriba vertelde dat ze allerlei strategische ontmoetingen hadden gehad en allemaal frisse ideeën hadden met elkaar om nieuwe kerken te planten, nieuwe gemeenschappen. En ik las het artikel en ik begon te huilen. En ik riep uit, ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het niet begrepen. En mijn rijk zei, wat is er, lieverd? Ik zeg, lieverd, ze hebben het niet begrepen. Ze denken dat de oplossing zit in nieuwe strategieën. Maar wat de kerk nodig heeft, is dat ze neerknielt. Dat ze gaat bidden. Dat ze beseft dat ze weer opnieuw een uitstorting van Gods geest nodig hebben. Heer, en dat is wat we nodig hebben in het land, Heer. We hebben in het land mensen nodig, Heer. Die helemaal gek zijn van Jezus. Die verliefd zijn van Jezus. Die eerste liefde hebben. Die aan de voeten van Jezus willen zitten. Om daar liefde te ontvangen. Rust te ontvangen. Maar ook kracht te ontvangen. De kracht van de Heilige Geest. En ik bid, Heer, dat de ark hier zo'n plek zal zijn, Heer. Heer, ik bid, Heer, dat het vuur van God hier krachtig zal neervallen. Heer, meer dan hier ooit gebeurd is, Heer. Dat er gesproken wordt in dit land, Heer. Over de lange dijk waar mensen in vuur en vlam voor Jezus staan. Over de lange dijk waar Gods geest zo krachtig werkt. Waar mensen bevrijd worden. Waar mensen genezen worden. Waar mensen herstel ontvangen. Vernieuwing ontvangen. Tot bekering komen. Heer, we bidden met elkaar, Heer, dat deze ruimte gewoon heel snel veel te klein zal zijn, Heer. Heer, dat ze de tentpinnen wijd uit zullen moeten zetten, Heer. Omdat het gewoon niet te hanteren is, Heer. Heer, dat gebouwen te klein zullen zijn om te omvatten wat u gaat doen. Want ik geloof met heel mijn hart, u gaat nog een nieuwe uitstorting van uw Heilige Geest geven. Er gaat nog een grote oogst komen. En ik bid zo weer dat deze kerk daar voorop in zal lopen. En dat deze mensen zullen weten wat het is om aan de voeten van Jezus te zijn, Heer. Om daar kracht te ontvangen om het evangelie te brengen in deze wereld. Dat bid ik zo. In Jezus' naam. Amen. Amen. Geef God een applaus. Ja. Yeah. Laat het huis gevuld zijn. Wie ook van aanbieding, laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geloof. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien in het huis. Ik wil tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig uur en heen. Laat het levend water stromen door je heen.
laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn. Kom met uw geest en doe wij een heilig huis. Wil het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak het heilig puur. Aanbiddingsteam eigenlijk vragen om zometeen nog een keer te herhalen. Ik denk dat het goed is dat we ons laten bedienen door Jezus zelf. Er komt geen gebedsteam hier vooraan te staan. Laat je bedienen door Jezus zelf. Hij persoonlijk is de doper in de Heilige Geest. We kunnen zo bezig zijn. Moet ik ook naar mezelf kijken. Het verhaal heeft mij ook zo geraakt. Hoe vaak ik niet een Martha zijn. Het is tussen jou en Jezus. Als je moet aanbidden, doe dat. Als je moet knielen, doe dat. Als je stil moet worden om te luisteren wat Jezus tegen jou wil zeggen, doe dat. Het is tussen jou en Jezus. Laat het huis gevuld zijn met wie ook van aanbieding. Laat het huis gevuld met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met
met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en bewaaien het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen. En laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want u wilt komen met uw geest en bewaaien in het huis. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig puur. We zijn aan het eind gekomen van deze dienst, maar nog niet aan onze leven met Jezus, gelukkig. Praktisch, Rick hebben we net natuurlijk uitgezegend. Hij is nu nog even in ons midden en hij heeft volgens mij iets van 100 Berliner bollen meegenomen. Vanuit de Ark is er ook nog wel wat lekkers, dus dat staat beneden straks op jullie te wachten. Dus geniet er lekker van met elkaar. Ik wil je nog de zegen meegeven. De Heere zegent jullie en Hij behoedt jullie. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en Hij is jullie genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons allemaal. En Hij geeft ons zijn vrede. Amen.